Dit is onze radiostudio. Misschien wel het mooiste medium, zeg ik als oud radiomaker, want daar ben ik ook ooit begonnen. Een studio die er heel anders uitziet dan in 1976 toen we begonnen. Toen zaten we in een oude kerk ergens in een in de kelder van de Oude Kerk. En dit is uh, inmiddels de tweede verdieping hier in zon in de studio. Ja, en hier maken we het nu, de radiouitzendingen. Uh, dit is van Nick, onze producer. Die weet precies waar al deze schermen voor dienen. En ook als, als je hem, uh, als, je, als, je, als je belt voor een spelletje, dan krijg je Nick aan de telefoon. Uh, daar is uh, Hilde, dat is uh, de bulletinlezer van vandaag. Want we blijven natuurlijk een nieuwszender. Dus we vertellen precies wat er gebeurt in Brabant. En dit is de uitzending van Evenke tussen 10 en 1. Elke dag zit uh, Evenke er. Uh, en uh, Eefke, die doet alles zelf. Vroeger hadden we, zeg ik dan, daar een radiotechnicus voor. Inmiddels weet Eefke helemaal hoe het werkt. Het is een beetje als besturen van een auto, hè? Ja, precies. Ik kan hem gewoon helemaal rijden, maar mocht hij echt vastlopen, dan heb ik die technicus weer nodig. Maar in principe is dit voor mij, uh, kan het met mijn ogen dicht. Ja. ja, en dat doet ze al heel wat jaartjes bij Omroep Radio, een vertrouwde stem dus. Ja, en als wij rondleidingen geven, Eefke, dan krijg ik altijd één hele belangrijke vraag. En dat is, zoek je de muziek? Ik zelf uit? Ik kon hem al invullen. En het antwoord is nee, Cindy. Nee, we hebben een muziekredactie, die kijken daarna, wat zijn de hits? Wat wisselen we af met gezongen door een vrouw, door een man, oud, jong, Brabantse Nederlandstalig, Brabant, ja. Engels, Frans, zo je wilt, kan alle kanten uit. En dan nog afhankelijk van wat er nog die dag ja. in het nieuws is. Ik kan dingen aandragen, maar is gewoon ook weer een vak apart. Nou, die vraag is bij deze beantwoord. Dank je wel. Ja. ga lekker door met je uitzending. Ja, ja Omroep Brabant Radio is, uh, is niet alleen heel belangrijk om gewoon het nieuws te vertellen, maar we zijn ook rampenzender. Dus als als er iets gebeurt in de provincie, dan kunnen we fungeren als rampenzender. In 2014 was dat nog het geval bij Shell Moerdijk. Uh, en zo zie je maar dat radio altijd ook de basis zal blijven, ook voor het nieuws in Brabant.